Hallo iedereen, jammer genoeg hadden we na de paasvakantie wel een aantal problemen met Smart School en geraakt die er niet altijd even gemakkelijk op. Om deze reden werd er beslist dat je ook alle taken en alle berichten van leerkrachten zal krijgen via je Gmail-account. Want wanneer je bij ons op school zit, heb je niet alleen een Smart School-account, maar heb je ook automatisch een Gmail-account. In dit filmpje ga ik je twee manieren laten zien om je in te loggen op dit Gmail-account. Voor de eerste manier ga je gewoon naar Smart School en ga je rechts onderaan klikken op de knop aanmelden met G Suite. Daarna kom je op deze webpagina en zoals je kan zien staat mijn account hier gewoon al klaar. Wanneer je dit Gmail-account nog niet gebruikt zal hebben, zal dit bij jou niet het geval zijn. Dan kan je klikken op een nieuwe gebruiker of een ander account gebruiken. Daarna ga je gewoon je voornaam en je achternaam invullen. En normaal gezien zal dit er al staan, @babotaniek.be. Daarna moet je het wachtwoord van je Smart School-account ingeven. En ga je gewoon verder. En dan zal je zien dat je gewoon op Smart School komt. Hoe ga je nu naar je Gmail? Dan ga je gewoon een klein beetje naar onder scrollen en dan ga je zien dat hier een knop staat Gmail. Wanneer je daarop klikt, ga je rechtstreeks naar je Gmail van school. De tweede manier zal de manier zijn die je moet gebruiken wanneer Smart School plat ligt. Daarvoor ga je gewoon naar je webbrowser. Wanneer het Google Chrome is, ga je normaal gezien hier aan de rechterkant een knop zien staan, Gmail. Die kan je zeker gebruiken. Wanneer je een andere browser zou gebruiken, of je hebt die knop daar toch om de een of andere reden niet staan, ga je gewoon naar gmail.com. Dan ga je eigenlijk hetzelfde scherm krijgen zoals daarnet. Je ziet mijn twee Gmail-accounts staan hier eigenlijk voor mij al klaar. Als dit bij jou opnieuw niet het geval is, klik je gewoon op een nieuwe gebruiker of een ander account gebruiken. Dan ga je het mailadres ingeven waarmee je wilt inloggen. Je voornaam, je achternaam, @babotaniek.be. Nu moeten we dit laatste stukje wel zelf typen. Je gaat naar volgende en je geeft het wachtwoord op dat je ook gebruikt voor je Smart School account. Wanneer je dan opnieuw op volgende klikt, ga je ook opnieuw terecht kunnen komen in je Gmailbox.